Ja, wij zaten namelijk hier, Saaltje en ik, voor de Gamesit Game Awards. En toen dachten we, hey, hebben wij niet van de week gewoon onze Gamesit Shop gerebrand, geopend? Dat hebben we zeker. Dat hebben we zeker. Shop.gamersnet.nl. Bam. Met het officiële nieuwe Gamesit T-shirt. Waar hoe ziet die er dan uit? Ik heb hem aan. Wat? Kijk dan. Gamersnet blauw. Dit is hem. Ja, laten we even zien. Met, wat ik heb hier gewoon een grotere, van een losse variant. Hier. Ja, kijk. Leuk. Ik weet niet of je dat kan zien op beeld, maar het is sowieso, het is Gamersnet blauw, maar er zit van dat zwarte detail zit erin, waardoor die wat luxer uitziet en wat luxer aanvoelt. Het logootje zit erin, het is niet zo'n goedkoop plakkaatje wat erop zit, wat er in 3 keer wassen uitgaat. Dus dat is super, super dope. Het Gamersnet zit ook subtiel nog op de achterkant zo. Ja, dus hij is net, vind ik, iets cooler dan wat we eerst hadden. Echt? Ja, omdat hij iets meer, zeg maar, deze vond ik iets te subtiel. Deze is minder subtiel. Iets meer straal je wel echt Gamersnet uit. Ben je nou fan nog van het oude shirt? Die hebben we ook nog. Ja, we hebben er nog een stuk of 50. Oké, dus wees er snel bij. En ze gaan echt voor een prikkie weg nou, want ik moet er ook echt van alles leren in mijn huis. Die ziet er zo uit. Dan was het logo iets subtieler op de onderkant. Ja, zwart, het oude logo nog. V-neckie, het oude logo. Dus die kan je ook nog vinden op de site. Kijk eens hier, hè. Deze heb ik ook nog een paar van. Dit is ook nog een mooie. Hier heb ik ook nog een paar van. De Gamersnet Rebels t-shirt. En dat is echt zo'n... Ja, zo'n sportshirt. Dus je kan hier ook echt in sporten, want er zit ook wel echt van dat... Of heel intensief gamen, wat jij doet. Of heel intensief gamen. Kijk, er staan nog wel de sponsors op. Ja. Is dat dat oude games? Ja, oude games logo. De lengte. Superleuk. Dus dit is de Rebels. Die gaat ook echt voor prikkie weg. Hier is het echt voor zo'n shirt. Is echt kostgereed. Dan een laatste dingetje. De die van Eindhoven komt van deze nieuwe. Deze ook. Is nog in 2 tientjes. Is nog in 2 tientjes. Nieuwe shirt. Ik heb hetzelfde thuis ook. En het zit lekker. Oh, het zit zo goed. Nee, het zit oprecht best lekker. Maar dan, niet heel, maar best. Super best lekker. Dan hebben we nog eentje. Die doen we nog, toch? Ja, ja, die zit ook nog. Dit is... Vind ik persoonlijk heel tof. En dit heb ik echt ontdekt door Gamersnet. Dit is een pin-up. Of je dat kan zien. En dat zit, zeg maar, aan de achterkant. Ja, speltje. Zo'n speltje. En dat kun je dus op je tas doen. En ik zei het ook al in de podcast. Ja, en dit voelt heel erg als een verkooppraatje. Maar dat heb ik echt zelf ook gedaan. Dat is het misschien ook wel. maar dit ziet er echt heel vet uit op een denim jasje. Zoals je nou van de zomer weer fashionable bent. En een beetje de blitz wil maken. En je hebt een denim gekleurd jackie aan. Of een zwarte denim jackie. Dan kan je dit er zo op pinnen. Dan heb je echt een beetje een soort 80s-achtige vibe. Het is ook het oude logo en dat leent zich daar ook gewoon heel goed voor. Ik vind dat fucking dope. Ik had dat helemaal nog nooit over nagedacht. Mag je meenemen naar huis? Chill. Ja, chill. Maar die staan er dus ook op. Die staan ook op de site. Kun je allemaal kopen. Dus shop.gamersnet.nl. Nieuwe Gamersnet shirt. Oude Gamersnet shirt. En je sport ons, hè. Want het is een moeilijke tijd. Moeilijke tijd, nee, maar het is mee, maar je kan ons wel lekker sporten. Alle content is gratis, Patreon doen we niet, want we willen geen paywall maken. Dus dan is dit is een soort van je manier om te doneren, maar dan krijg je er wel wat voor terug. Namelijk een fucking vet shirt, een fucking vet legacy shirt. Of aanstaande zomer, maak de blitz. Met je pin-up. Maak een blitz, ja. Alle vrouwen, je hebt aan elke vrouw 10 handen. Zullen wij een fotootje maken? Ja.